Er zal toch wel iemand in Den Haag zijn die jongetje Jette kan uitleggen dat als je verloren hebt, hè, met de verkiezingen, en niet zo'n beetje ook, gewoon een zeteltje of 15, dat je dan even voorlopig even je mond moet houden, even gewoon koppen dicht, hè, dat je gewoon even niet de zaken doet. En dat je niet moet gaan lopen roeptoeteren, want dat is wat hij aan het doen is. Die Jette, dat is echt ongelooflijk. Die weet helemaal niet dat hij gewoon een enorme nederlaag heeft geleden. Nee, die zit te dreigen tegen de VVD, heb je dat gelezen? Ja, die zat te dreigen daar in Brussel. Ja, de VVD mag niet met de PVV samenwerken. Ja, want anders dan zouden ze uit het liberale clubje daar in Brussel gegooid worden. Dat stelt hij allemaal. Die Jette, daar dreigt hij mee. En dan wil hij dus nog indirect ook nog een beetje de formatie beïnvloeden. Oh, zeg. Dat is brutaal. Ja. Hey, jongetje Jette, kan iemand hem dat even uitleggen? Hij doet even niet. Hij zit gewoon op de bank. Hij doet gewoon even helemaal niet mee. Nee, moet gewoon wachten tot hij weer eens een keertje wordt aangesproken dat hij misschien mag meedoen. Nee, die zit gewoon... En weet je wat hij ook zei? Die Jette, die zei ook van ja, nee, die formatie die duurt veel te lang. Ja, dit zei hij, die Jette. Ja, zelf ongeveer een paar jaar geleden zijn ze 9 of 10 maanden bezig geweest. Nee, en nu zijn ze 2 maanden en dat vindt Jette allemaal veel te lang duren. Dat zijn jongetje Jette allemaal. Nou, en jongens, er moet toch iemand zijn in Den Haag die even heel snel jongetje Jette tot de orde roept. Er staat een prachtig torentje, maar dat is echt geen droomkasteel. Daar zijn ze gek op discussiëren en formeren en die plannen kosten veel. We verliezen het vertrouwen, dus hoe kan je dan gaan bouwen aan ons Nederland? Niet debatteren, maar regeren, joh, dat is toch niet zo moeilijk met